grom geroffel. Van harte welkom bij een nieuwe Otis Go Advice video. En in deze Otis Advice beantwoord ik de vraag: waar kan ik de notificaties in Go, zoals bijvoorbeeld van een nieuwe e-mail, aanpassen? Nou, je hebt het vast wel eens gezien dat je in Go aan het werk bent en dat er plots aan de rechterbovenkant een meldingje verschijnt. Dat kan bijvoorbeeld een melding zijn dat op het moment dat iemand jou een mailtje heeft gestuurd, of op het moment dat er een reminder naar voren moet komen, of misschien omdat je een chatberichtje ontvangt. Nou, dat noemen we bij Otis Go notificaties. Notificaties heb je in twee vormen. Nummertje 1 aan de rechterbovenkant als je actief in Otis Go aan het werk bent. Maar als je wel ingelogd bent in Otis Go, maar ondertussen met iets anders bezig bent, op LinkedIn of weet ik het wat, dan kunnen ze ook vanuit Windows aan de rechteronderkant verschijnen. Nou, dat zijn de twee notificaties die we hebben en die kan je als volgt beheren. Je klikt aan de rechterbovenkant in Otis Go op je eigen naam en je kiest vervolgens voor gebruikersinstellingen. Vervolgens opent er een lange lijst met allerlei gebruikersinstellingen en in die lange lijst zeggen wij willen zoeken naar het trefwoord notify. Enter is in principe voldoende, je kan er ook nog notificaties van maken. Nou, dan zie je een flinke lijst met notificaties. Agenda, afspraak, chat, contact, persoon, statuswijziging, goedgekeurd, inkomende e-mail, etc. En per notificatie, bijvoorbeeld de inkomende e-mail, heb je in principe 3 keuzes. Keuze nummer 1 is uitgeschakeld. Beste autosysteem, als ik een nieuw e-mailtje ontvang, val me er alsjeblieft niet mee lastig. Ik zie het vanzelf wel in mijn mailmodule verschijnen en ga mij niet zo'n notificatie versturen. Dat is dus de optie uitgeschakeld. Optie nummer 2 is actief. En daarmee zeg ik tegen Otis: hey Otis, als nieuw mailtje zijn, wil ik het eigenlijk altijd weten. Ja, ik moet ingelogd zijn in Otis. Maar zelfs als ik in LinkedIn ben, dan wil ik nog steeds actief gewezen worden op zo'n nieuw mailtje. Dus dan tonen we hem altijd, dan wel rechtsboven in Otis Go, dan wel zo'n Windows-notificatie aan de rechteronderkant. En op het moment dat je nou zoiets hebt van, ja weet je, een beetje een soort van tussenweg. Op het moment dat ik ingelogd ben in Otis Go en ik heb Otis Go open, toon hem dan wel aan de rechteronderkant. Maar als ik met iets anders bezig ben, val me er niet mee lastig. Dan kan je dat hier aangeven via alleen op het scherm. Nou, stel bij nieuwe mailtjes wil ik dat altijd weten. Dan selecteer ik hier actief en klik ik op bewaren. En heb ik hem bij deze op actief gezet. Dit kan je dus per notificatie instellen. Dus je kan heel gericht aangeven wat je wel wil en wat je niet wil. Als gewone gebruiker kan je via deze route jouw eigen voorkeuren opgeven. Mocht je nou key user zijn, dan kan je op een soortgelijke manier door rechtsbovenin op je naam te klikken, maar dan voor klantinstellingen te kiezen, kan je zeg maar de standaardwaarde voor al je gebruikers instellen. Let wel, als jij als key user instelt dat standaard iedereen altijd meldingen moet ontvangen als er een inkomende e-mail is. En er is een gebruiker die zegt, amahoeda, dat wil ik niet en dat zet ik uit. Dan is die persoonswil is dan wel wet. Dus persoonsniveau is altijd belangrijker dan op klantniveau. Klantniveau is een soort van de standaardwaarde. Nou, dit is dus de manier hoe je heel eenvoudig in Otis Go die notificaties kunt aanpassen. Heel veel succes en plezier ermee.